In het gebied langs de N279 Noord wordt tussen Kasteel Heeswijk en de A2 rond 's-Hertogenbosch het project Dynamisch Beekdal gerealiseerd. De A is daar nu nog een rechte beek met steile oevers, maar dat gaat veranderen. De beek gaat meer kronkelen en rondom het water komt meer ruimte voor natuur. Het Dynamisch Beekdal krijgt daarmee een natuurlijke overstromingsvlakte en biedt ruimte voor waterberging. Hierdoor kan bij hoge waterstand in de A tijdelijk extra water worden opgevangen om overlast in 's-Hertogenbosch te voorkomen. De nieuwe loop van de A slingert straks bij Hersend en Aveld binnen een natuurstrook van 100 tot 120 meter breed. Het toekomstige gebied bestaat uit kaders en paden, rietmoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bossages en struwelen, afgewisseld met oude meanders en poelen. Het Beekdal verbindt het natuurgebied rond Kasteel Heeswijk, Wamberg en het kanaalpark aan de Rosmalense A. Het Dynamisch Beekdal biedt allerlei recreatiemogelijkheden. Langs de A kan over sommige kaden worden gewandeld en gefietst. Bij de Runweg loopt de ecologische zone onder de weg door en biedt zo een doorgang voor wandelaars. Een nieuwe fietsbrug, die Berlicum met de Nijverlaar verbindt, geeft straks een prachtig uitzicht over het A-veld. Vanaf het water kan het gebied per kano worden bewonderd. Het project Dynamisch Beekdal is opgedeeld in 6 trajecten. Een aantal daarvan is al uitgevoerd. De werkzaamheden van het traject Hersend-Aveld worden meegenomen in de werkzaamheden voor de verbreding van de N279, om zo de overlast voor de omgeving te beperken. De werkzaamheden voor N279 en Dynamisch Beekdal starten in 2015 en zullen in 2017 worden afgerond.